De Stichting Herdenking Nationale Dag der Inheemse Volken in Suriname, SHNDIV, en het inheems platform ESAF vieren dit jaar het tweede lustrum van de Dag der Inheemsen op dinsdag 9 augustus. In dit kader is er een samenwerking met andere organisaties aangegaan die een bijdrage zullen leveren aan de viering in de Palmentuin. Er zullen daar diverse activiteiten plaatsvinden, waaronder een inheemse markt, lichaamsbeschilderingen en enkele workshops. Voor Sirito Jana Aluma, voorzitter van de Stichting Herdenking Dag der Inheemse Volkeren, is het wel belangrijk om op de Dag der Inheemsen stil te staan bij de positie van deze groep. En die positie is niet rooskleurig, gaf hij aan tijdens een persconferentie gisteren in de Palmentuin. De inheemsen zitten met een aantal vraagstukken anno 2016, zegt Aluma. De zogenaamde internationaal vrede en veiligheid. Als u kijkt naar Colombia, FARC, de zogenaamde controle van drugscriminaliteit en terrorisme, de schending van de mensenrechten zoals de grondrechten in Suriname. Deze zijn allen oorzaken van het tegenhouden en of vertragen van economische groei en duurzame ontwikkeling van het land en volk. Want de inheemse volken van de wereld worden het meest als eerste aangetast en vernietigd. Onder het mom van bescherming, vrede en veiligheid. Dus, mensen, het is te veel meer dan wat wij denken te doen met ons. Als de nazaten van de eerste bewoners van de wereld. Er zijn nog een heleboel punten die ik aan kan halen. Maar natuurlijk zijn dat in de meeste gevallen negatief. Maar er zijn ook een heleboel positieve punten die eigenlijk aangehaald kan worden. En op de dag halen we eigenlijk alle punten aan en wij gaan niet in rouw of wij zakken onze kinderen ook niet naar beneden. We kijken met onze borsthoogte naar bovenop en zoals de andere organisaties het ook hun bijdrage gaan leveren, gaat het een heel mooie dag worden. En niet een dag, het wordt dagen. Want het is vanaf 7, 8 en 9 augustus tot naar 10 augustus. Aldus Sirito Jana Aluma, voorzitter van de Stichting Herdenking Nationale Dag der Inheemse Volken in Suriname. Tezamen met het inheems platform ESAF viert zij dit jaar het tweede lustrum van de Dag der Inheemsen. Er worden in dat kader diverse activiteiten gehouden in de Palmentuin en wel op 9 augustus.